Het nieuws in 1 minuut. Vijf paardeneigenaren uit Adorp zijn boos op politie en justitie. Een week geleden zijn 22 paarden van de vijf in beslag genomen door politieagenten, omdat de dieren verwaarloosd zouden zijn. Volgens de eigenaren en hun veearts klopt dat verhaal niet. Het aantal woninginbraken in de politieregio IJsseland is in korte tijd fors gestegen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er bijna 20% meer inbraken in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Met name in Zwolle en enkele buitengebieden is de stijging het sterkst. De gemeente Hof van Twente stelt een onderzoek in naar het verstrekken van gratis condooms aan kinderen door jongerenorganisatie Scala. Collegepartij VVD vindt de leeftijdsgrens van 12 jaar veel te laag. De gemeente onderzoekt nu de zaak omdat de jeugdcentra worden betaald door de gemeente. Ik vind dat die kinderen daar nog niet aan toe zijn, ook nog niet aan toe kunnen of moeten zijn. Ik ben het met u eens dat 12 jaar een absurde leeftijd is.